Ja, we hebben vandaag een opvleurdag in de Merlonstraat. En dat is een teken van, we gaan overal een beetje schoefelen, een beetje onkruid weghalen. En we gaan de boomspiegels gaan we zand bij doen en allemaal plantjes erbij. Dat het weer allemaal een beetje opvleurt in de straat. En dit is denk ik de vierde of de vijfde keer. Meestal doen we 2 keer per jaar. Met de zomer en dan in de herfst. En ja. Erik Jan, wil je hier gewoon die zak loshouden? Hij komt. Kom op, Erik Jan, actie jongen. Vloerdag, allemaal plantjes erin zetten. Dus een hoop werk ermee, hè? Elk jaar. Zo goed? Uit de Wildweg en ik doe elk jaar mee. Meer weet ik niet. Dit is het afval dat we bij mij nog zitten. Ik ga met de man van de dag op pad. We zullen de stoepjes hier eens even schoonmaken. April 2010. Nou, met vreemde kracht is hier weer voor de vierde keer denk ik al wel de opvleurdag in de Malandstraat gehouden. Met samenwerking van Portaal en het Initiatiefonds. Portaal zorgt voor de koffie, de broodjes, alle gereedschap die ze hier hebben. En het geld van het Knelpuntenfonds gaat naar alle plantjes in de perken en noem maar op. Nou, goede organisaties. De bewoners die lopen zich niet vervelen, dat zie je wel. De klus zit er bijna op, de veegwagen als laatste, samenwerking met de gemeente, komt hij net om de hoek aanzuilen, puntjes op de i zetten en dan is alles klaar en dan gaan we broodjes eten. Tot de volgende keer. Alles is schoon. Alles schoon. Alles schoon. Alles schoon. Netjes. Mooi. Alles schoon. Alles schoon.